Volgens mij is het een tweedelige kwestie. Eén is dat inderdaad toezeggingen zijn gedaan door onze regering. En dat is eigenlijk best wel iets dat zegt van, het is een beetje verregaand geweest. Ik denk niet dat er genoeg overleg is geweest met de sector daarover. Daarover kan ik wel verder niet over uitlaten. Maar ik heb inderdaad die indruk niet. En was het zo, dan zou uiteindelijk die toezegging niet zijn geweest zoals het dus nu is gedaan. Aan de andere kant vind ik wel dat in die sector hier voor 80-90% misschien wel een bezetting hebben van personeel dat genies afkomstig is. Een paar zijn zelfs al, maar ze zijn zo lang niet bezig. Dat een paar zijn genaturaliseerd, ze eigenlijk hebben gewoon een Surinaams paspoort, zijn Surinamers geworden. Maar die business moet wel geordend worden. Dus aan de ene kant is het dat die toezegging een beetje verregaand is geweest, vind ik. En aan de andere kant is het best wel zo dat we die sector hier in het land moeten organiseren. We hebben dat ook, dat is goed bekend, de onderzoekingen zijn daarvoor gedaan. Er wordt veel visproducten, verwerkte producten, worden dus geëxporteerd door Guyana. Terwijl hun viswateren helemaal uitgeput zijn. En dat had allemaal op ons konto kunnen zijn, wij hadden die business kunnen doen. En als het nou is met personeel dat van andere landen komt en die is dus van Guyana, so be it dan. Maar wij moeten het wel in de hand hebben, toch? En het is wel iets dat voor mij een stukje zwaarder weegt. Ten aanzien van de vraag, hoe we kijken naar die reactie van Guyana zelf. Ik denk dat we hier eigenlijk een lesje leren. En het is niet wij Suriname, het is meer wij beleidsmakers. Dat je best wel meer overleg moet plegen met de sectoren. Wanneer je wilt handelen en dieren over die sectoren. Ik vind dat er de focus moet worden gelegd intern wat je kan doen ermee. En dat zou ze hebben gebracht tot een of andere understanding met Guyana. Omdat we inderdaad die markt hebben voorzien voor 80-90%. Van goede nezen. Dus je zou ergens iets moeten regelen met die mensen. Maar het regelen wat je zou doen is niet vergunningen toezeggen aan die mensen. Dus het is een blunder eigenlijk, kun je zeggen, gewoon hardop ronduit. Blunder dat onze policymakers zo ver zijn gegaan. En nogmaals, aan de andere kant vind ik wel dat er veel wel aardig wat goed doorgedaan met regulering van de sector lokaal. Maar de Surinaamse regering ontkent in eerste instantie een toezegging te hebben gedaan voor die 150 vergunningen. Oh, dat blijkt dus niet waar te zijn. We hebben dus vanuit ASFA, ook van andere kanalen, hebben dus inderdaad wel iets hardere bewijzen dat er toezeggingen zijn gedaan. We hebben niet die formele documentatie dat die toezeggingen zijn gedaan, maar uiteindelijk, als je toezeggingen doet, hoe dan ook zij, er hoeft nog geen schriftelijke verklaring voor te zijn, maar als die toezegging mondeling is gedaan, kan de andere partij zich erop beroepen. En dat is wat nu aan de hand aan de orde is, toch? Dus Guyana beroept zich erop. En zo resoluut als ze zijn, kan het niet zo zijn dat er geen toezegging is geweest. En nogmaals zeg ik van, het kan ook aan de andere kant niet zo zijn dat onze policymakers die toezeggingen doen zonder een gedegen afstemming te hebben gepleegd met de lokale sector. En over de Surinaamse bedrijven daar, maakt u zich zorgen na de uitspraak van de vicepresident van Guyana? Ik denk dat het een onderhandelingsstrategie is van de vicepresident van Guyana. Maar aan de andere kant zeg je inderdaad, het roept wel wat vraagtekens op van hoe te dealen ermee. Want wat wel aan de orde is, en dat moet wel goed begrepen worden. Er is een markt voor die mensen die daar nu zijn, onze mensen die daar nu zijn. En dat gaat kon niet worden gedicht door Guyanese suppliers zelf. Het is eigenlijk iets waar gaandeweg gaan wij daar ook wel zelfs mee te delen krijgen wanneer inderdaad oil en gas gaat flowen in Suriname. Gaan we dat meteen. Dus een ander traject, daar gaan we nu even niet over hebben, maar ASFA staat daar ook in on the front line om daar verandering in te kunnen brengen. Het is een window of opportunity voor Suriname, maar dus eigenlijk niet voor de Surinamers in Surinaamse businesses die u oversteek hebt gedaan naar Guyana inderdaad. Maar we moeten ook eens werk maken, we moeten ook leren uit de fouten van anderen. U zegt misschien is dat een onderhandelingstactiek, maar verwacht de ASFA dat de Surinaamse regering zich uitlaat daarover of een standpunt daarover inneemt? Het zou heel erg onderwijs zijn voor onze regering om niet daarop in te komen. Ik denk dat de president en de minister te druk hebben gehad de afgelopen week. Maar nu dat ze terug zijn of straks terugkomen, dat ze wel een politiek antwoord hierop geven. En niet alleen politiek, maar dus eigenlijk diplomatiek, politiek, om het antwoord te komen. Maar je hebt ook in de praktijk daar echt wel wordt gewerkt aan een oplossing. En de oplossing gaat moeten zijn on the ground bij ons. Hè. Dus eigenlijk wil je wel hebben dat die markt hier eigenlijk is gereguleerd.
die wil hebben dat er een stukje controle is op die visvangst en eigenlijk wat wordt aangevoerd lokaal, want die willen het niet exporteren, nu al naar Guyana, zodat zij het internationaal verder kunnen exporteren en het op hun BBP kregen als inkomsten van hun staat. Dat moet op onze BBP komen, wij moeten het verdienen. Dat is onderdeel van wat ik eigenlijk net ook al aangaf. Suriname moet meer verdienen, moet meer produceren om te kunnen verdienen. Dus ik denk inderdaad dat er vanuit het beleid er een krachtig politieke steun moet worden gemaakt richting Guyana. En daarnaast zeg ik dat er absoluut meer moet gebeuren met die visserijindustrie in Suriname. En gewoon die waterketen pakken, je moet niet alleen vis vangen, je moet het processen. En daar zit de meerwaarde in, de meer in-country value bieden aan onze resources. Een slotvraagje over dit onderwerp, meneer Bilkerdijk. Is het prettig werken in Guyana voor de Surinaamse bedrijven? Hebben ze problemen tot nu toe of gaat dat heel soepel? Nee, niet per se prettig hoor. Dat moet ook wel gezegd worden. Maar omdat eigenlijk ook in Guyana moeten ze dus regelgeving aanscherpen. Aan de andere kant hebben ze een nieuwe wet aangenomen in december, een Local Content Law, een act, waar dus eigenlijk die hele local content business is geformuleerd. En ook local participation hebben ze meegenomen in die formulering. En waar het op neerkomt, is dat je dus in principe, wil je daar voet aan de grond krijgen, dan heb je partnerschappen die je moet aanzetten. En eigenlijk als je een bedrijf dat opzet, moet je partnerschappen verplicht eigenlijk doen. En er is een invulling voor personeel, welke je dus niet kan invullen met mensen uit Suriname. Je moet mensen daar in Guyana zelf recruteren. Dus dat is een belangrijk onderdeel dat eigenlijk nu gaat. Dit is een wet van pas een paar maanden. Het is sinds december vorig jaar. Maar het is nu pas in werking, goed in werking. Dus het is niet zo dat de bedrijven die daar zijn geland, Surinaamse bedrijven die daar zijn geland, het inderdaad een easy flow is. Maar ze leren dan wel van wanneer ze hier in Suriname hun business verder moeten tillen, wanneer oil en gas bij ons gaat vloeien. Maar het is absoluut niet een easy business in Guyana. Toegang tot die markt is inderdaad niet moeilijk geweest. Dat is wel een ander aspect, maar dat staat los van die policy die men heeft ontwikkeld. Met betrekking tot local content en local participation. Het is een heel ander gebied, maar wil je komen, ben je welkom in Guyana. Ja, want het is toch een beetje anders. Ik hoor wel policy leakers roepen van hey, anybody die weer wil komen, kan komen. Maar we hebben een heleboel dingen. We hebben geen goede investeringswet bijvoorbeeld. Het is al jaren is er sprake van de visie van onze investeringswet. We zijn het ASFA roepen daar ook wel heel erg hard om, maar het komt er maar nog niet. Hij is een belangrijk onderdeel bij investeringen voor partners die komen van zijn lokaal of internationaal.